Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto van vannacht zien we dat Nederland schuil gaat onder een grijs wolkendeken. Dat die bewolking zo massaal zou zijn was niet helemaal de bedoeling, dus het is vanochtend wat bewolkter dan eerder verwacht. Maar in de loop van de ochtend breekt wel af en toe de zon door. Het is overal droog, er staat een zwakke tot matige oostenwind en het is vanochtend 2 à 3 graden. Vanmiddag komt de zon er wat vaker bij, maar er blijven overal wolkenvelden rond drijven, ook in het westen van het land. Voor 3 graden in het noorden en 6 à 7 in het zuiden. Vanavond gaat de temperatuur weer naar beneden, 1 tot 3 graden, maar het blijft verder overal droog, dus al met al een rustige winterdag met van tijd tot tijd zon. Ook morgen hebben we van tijd tot tijd zon en opnieuw de wolkenvelden. De temperatuur gaat iets naar beneden, zo 3 à 4 graden in het midden en noorden. In het zuiden wordt het 6 à 7 graden en daar kan later op de dag wat lichte regen vallen. Zondag trekt die regen via het zuiden geleidelijk naar België en Duitsland weg. In de noordelijke helft blijft het droog en schijnt van tijd tot tijd de zon. Maandag en dinsdag kan er een enkele winterse bui vallen, en de temperaturen blijven rond 3 à 4 graden in het noorden liggen en rond 7 à 8 in het zuiden. In de nachten vriest het licht.